Welkom in sessie 69 van het OLEDpod 2 vanuit de kleine mobiele studio 11, waar wij bezig zijn met het bespreken van het ADT Boomen. Wel een vraag die je ook kan stellen aan kindjes van het eerste of tweede studiejaar, denk ik, is wat er onder A staat gelijk aan wat er onder B staat? Wel, ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn, dat is zo. Is nu wat er onder A staat hetzelfde als wat er onder B staat? Nee, hè? Want als je aan een kindje zou vragen, kijk, teken een keer A na, dan zal hij dat natekenen. Of als je dat natekent en je vraagt, kindje, aan is dat gelijk? Ik heb nu wel niet zo schoon getekend. Met een beetje moeite zal hij toch zeggen, dat is gelijk aan A en niet gelijk aan B. Ja, waarom zeg ik dat? Wel, dat we toch voorzichtig moeten zijn dat het ook een en ander geformuleerd is, daar op pagina 81. Een eerste verschil tussen een gewone gewortelde boom. Ja, en dan natuurlijk hier ook weer de vraag, wat bedoel je met een gewone? Zijn er dan ook ongewone gewortelde bomen? Of wat bedoel ik daarmee? Ja, wel... We zijn nu dus met binaire bomen, dat zijn dan die zogenaamde ongewone, ja. Wel niet-binaire bomen, dat noemen we dan eigenlijk meervoudige bomen, ja. Meervoudige. Meervoudige, of inderdaad, meervoudige bomen noemen we dat. Of ook nog wel, inderdaad, niet-binaire, ja. Maar gaan spreken over ongewone bomen, dat vind ik pas ongewoon, ja. Dat zou ik niet doen. Dus het verschil tussen niet-binaire gewortelde bomen... die gedefinieerd zijn in 4.1, en binaire bomen, is dat een binaire boom geen enkele top kan bevatten. Dat betekent dus dat we terugkomen wat eigenlijk in de vorige sessie ook al is gezegd geweest, dat dus niets overal is, ja. Met andere woorden, dat eigenlijk heel die pancarte hier vol staat met, ja, nul bomen, hè, want dat is dan de benaming die we hebben afgesproken, met nul bomen, ja. Ja, we moeten ergens natuurlijk voortgang maken. Het zijn soms de simpele dingen die het minst gemakkelijk zijn. Ja, en dat is hier ook. Hè. Maar dus let daar toch op, hè, met de benaming, hoe dat we dat formuleren. Een tweede verschil is dat bij binaire bomen altijd een ordening aan de deelboom wordt opgelegd. En dat vind ik goed, want dat is inderdaad waar. Hè. Daar ben ik mee akkoord. Dat gaan we ook nog verder zien. Inderdaad, bekijk de twee bomen in 4 en 4.6... Deze twee bomen zijn identiek. Nee, dat mogen we niet zeggen. Dat mogen we niet zeggen. Keer terug naar dat hier, dan zit je wel goed. He? Ik ga erop terugkomen, zo meteen. Ik lees even verder. Als we ze beschouwen als gewone, ja, als meervoudige gewortelde bomen, maar ze zijn verschillend als binaire bomen. Inderdaad, ik weet niet of er al zoveel inderdaad bij u is. Bij de ene boom is de rechter deelboom leeg, terwijl bij de andere deelboom de linker deelboom leeg is. Dan moeten we ook nog afspreken trouwens wat rechts is en wat links is. Hè. Moeten we naar rechts kijken vanuit de knoop, of zoals wij er naar kijken? Dat is ook nogal een standpunt dat we moeten innemen. Eerst over dat feit dat ze dus niet identiek zijn. Dat kunnen we niet zeggen, want een kindje van het eerste studiejaar, als je dat zegt, jawel manneken of madammeken, dat is gelijk aan elkaar. Als je niet oppast, dan begin je al te wenen, hè, want dat is niet gelijk. Ja. Dus wij mogen dat hier ook niet zeggen. Wat mogen we dan wel zeggen? Wel, een voorbeeld misschien dat u kan helpen. Kijk naar wat er hier staat. Zijn die omega x'en, zijn die gelijk aan elkaar? Dus dan is de video even stil. Wel, die zijn gelijk aan elkaar. Nochtans kunnen dat niet zo meteen zien. Die zijn wel gelijk aan elkaar. Die zijn wiskundig gelijk aan elkaar. Dat zijn verzamelingen. En in een verzameling geldt een zeer specifieke eigenschap. Namelijk dat de volgorde, de ordening, ja, ordening geen rol speelt. Die speelt geen rol. Maar zeggen dat de ordening speelt geen rol, dat is iets anders. Speelt geen rol, ja. Geen rol. Dat is iets anders. Zeggen dat er geen ordening is, ja. Dat is een groot verschil. Jij kunt op het examen, als ik u dat vraag, want dat is trouwens een vraagje van, dat is eigenlijk het universum van eigenlijk met drie dobbelstenen gooien, die onvervalst homogene zesvlakkige dobbelstenen gooien, en kijken naar de uitkomstenverzameling. Je kunt er inderdaad drie gooien, minimaal, denk ik, en dan 6 × 6, of 6 + 6 + 6, is 18. Maar jij kunt op een examen, als dat gevraagd kunnen worden, dat zou perfect al een examenvraag kunnen zijn, hè, het begin van een examenvraag. Jij kunt dan zo antwoorden, en dan zal ik eigenlijk heel goed gezind zijn, want dan kan ik, als ik dat moet verbeteren, kan ik al meteen zien, dat is gemakkelijk te verbeteren, ja. Maar jij kunt ook zo antwoorden. Hè? Misschien heb ik u een tip gegeven. Ja? Niemand kan u verbieden van dat zo te doen. Maar als ik dat moet gaan controleren of dat alle elementen erin zitten, ja, dan heb ik toch al wel wat meer werk. Ja? Want die moet ik echt gaan kijken. Dus de ordening, de volgorde, ziet er hier anders uit dan daar. Echter, die ordening speelt geen rol en daarom zijn die twee verzamelingen aan elkaar gelijk. En het is zo dat we dat moeten interpreteren hier. Namelijk, ze zijn niet gelijk, maar in een... in een gewone boom, dus een meervoudige boom, ja, speelt die volgorde of die ordening geen rol. Doorgaans trouwens, want soms kan dat wel zo zijn. Terwijl in een binaire boom die ordening wel een rol speelt. En we hebben de linkerkant en de rechterkant. En bij afspraak
noemen we links, wat dat wij als links zien. Dit is links en wat dat wij als rechts zien. Dus niet vanuit het standpunt van de knoop, want dat zouden we dan andersom zijn, maar vanuit het standpunt hoe dat wij ernaar kijken. Zo zullen wij links en rechts definiëren. Ja. Voilà, nu dat we dat weten. Hè, want kijk, hier wordt het, ik weet niet welke website, maar een website, hier wordt het eigenlijk in mijn ogen, kijk, dat zijn allemaal binaire bomen, hè, die worden zo, ja, hier wordt dus inderdaad ook, niet staat er niet bij, ze bieden dus met één vertex, maar... Goed, laten we dus dat die discussie hebben gevoerd in de vorige sessie. Laten we een keer lezen wat er hier staat. Hè. In other words, unlike, en dus daar noemen we het de proper tree, dus dat is die meervoudige tree. In other words, unlike a proper tree, the relative position, dat vind ik dus ook, dat is die ordening, hè, of the children is significant. En dat is het belangrijke, is beduidend, speelt een rol, is beduidend. Maar dat is iets anders zeggen dan te zeggen, het is hetzelfde. Hè. Maar dat is niet waar, hè. Dat is niet waar, dat is niet hetzelfde. Ja, maar... Als je kijkt naar de orde, of dat ze een rol speelt, nee, ze speelt geen rol. En in dat opzicht mogen we dan zeggen, als dat geen binaire bomen zijn, dat we ze kunnen beschouwen als zijnde gelijk aan elkaar, wiskundig gelijk aan elkaar. Maar ze zijn niet hetzelfde, ja. Net zoals die verzamelingen. Nu dat we dat weten, kunnen we al verder. En dus gaan we naar de volgende pancarte. En dat is dan deze hier. Ja, kijk, dat had ik u ook al gezegd. Dus deze kant is links ten opzichte van knoop N1. Deze kant is rechts ten opzichte van knoop N1. Ja. Allemaal zaken die we wel moeten bespreken. En dan komen we al bij een eerste eigenschap over een binaire boom, die ook terug te vinden is op pagina 81. En we zullen die aanpakken in de volgende sessie.